hoe kweek je een mini-orgaantje? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik groei mini-organen in het lab. En ik ga je uitleggen waarom dat eigenlijk reuze interessant is. Ik heb helaas geen mini-organen meegenomen. Dit ook vanwege de strenge regels die heersen in het lab. Ik heb wel kweekplaten meegenomen, foto's, video's. Dus ik denk dat jullie straks een goed beeld hebben van wat ik aan het doen ben. Mini-organen groeien uit stamcellen. Eigenlijk heb je twee typen stamcellen. Je hebt embryonale stamcellen en je hebt volwassen stamcellen. Embryonale stamcellen die ontstaan kort na de versmelting van een eicel en een zaadcel. En die zorgen ervoor dat u en ik ontwikkeld zijn, als het ware. Daar groeit echt het embryo uit. Die cellen zijn niet meer aanwezig na de geboorte. Volwassen stamcellen die zitten wel nog bij jullie en bij mij. En die zorgen voor de onderhoud van organen en voor herstel na schade. Die volwassen stamcellen zitten in verschillende organen. Bijvoorbeeld in de long, in de huid, in de lever. Maar de kampioen van de stamcellen die zit in de darm. En de binnenbekleding van de darm die wordt elke 5 dagen compleet vernieuwd. Dankzij die stamcellen. En op die animatie zie je nu een beetje van die rare uitsteeksels. Dat zijn de darmvlokken en daar heb je er heel veel van. En bij elke en daaraan vast zit een crypt. Dat is een beetje de inkeping die je ziet onder de bodem. En in die inkeping, dus in die crypt, dat is de plek waar die stamcellen zitten. En die stamcellen die kunnen delen. En doordat ze gaan delen worden alle andere cellen een beetje verder omhoog gedrukt. En daardoor maken die cellen uiteindelijk een reis van de crypt, dus van de bodem, helemaal naar de darmvlok. En als ze aan het einde van die vlok zijn aangekomen, dan vallen ze vanaf en gaan ze dood. En die reis van, boven, of van beneden naar boven, die duurt ongeveer 5 dagen. Nou, wat je nu kunt doen, is die stamcellen uit die crypt halen. En die kun je dan mixen met een gel die stoffen bevat die ook in het lichaam voorkomen in de crypt. En daar kun je weer druppeltjes van maken. En die druppeltjes kun je op zo'n eenvoudige kweekplaat leggen. En met druppeltjes ziet het er een beetje zo uit. Als je daar nou nog deze vloeistof bij doet. Het is een vloeistof die bevat stoffen, suiker, glucose, aminozuren die cellen nodig hebben om te overleven. En daarbij is in dit geval ook nog, zijn ook nog specifieke stoffen aan toegevoegd die die stamcellen heel erg fijn vinden. Nou, als je dat dan in je incubator zet, dat is eigenlijk een kacheltje op 37 graden, dus daar zet je je kweekplaat in. Als je dan door de microscoop gaat kijken, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dan zie je dat binnen een dag of 7 complexe structuren ontstaan. En als je nou naar die structuren kijkt, dan zie je ook dat, of als je die beter analyseert, dan zie je dat die ook weer een darmvlok en een villus bevatten. Dus eigenlijk heb je een soort van mini-organen gegroeid in het lab. En wat nou het, of mini-darmen moet ik zeggen. En wat nou het mooie is, dat je die structuur ook weer kapot kunt maken en dan groeien er weer nieuwe darmen uit. Dus op die manier kun je van een heel klein beetje weefsel heel veel weefsel maken. Nou, misschien vragen jullie af, en wat er nog? Dan heb je een darm. Nou, het is al super handig om naar een menselijke darm te kunnen kijken door een microscoop. Gewoon, dan leren we meer van hoe een darm werkt. Maar daarnaast kun je hetzelfde trucje doen met zieke darmen. En daarvan ga ik 2 voorbeelden geven. Eentje over darmkanker en eentje over taaislijmziekte. Wat je kunt doen, als een patiënt een darmtumor heeft, dan kun je een hapje weefsel van nemen. En dat kun je hetzelfde trucje doen dat ik net beschreven. Je kunt er van een heel klein beetje cellen, heel veel cellen maken. En dan groei je een soort van mini-tumor eigenlijk in je kweekbakje. En dan neem je vervolgens zo'n kweekplaat. En die bestaat eigenlijk uit heel veel kleine kweekbakjes naast elkaar. En op die manier kun je daar 100 verschillende, of elk kweekbakje een ander medicijn stoppen. En dan kun je gaan meten welk medicijn of welke chemo de tumor het beste doodmaken. En die zou je dan vervolgens aan de patiënt kunnen geven. Dat is echt een soort van personalized medicine, wordt het wel vaker genoemd. Het tweede voorbeeld dat ik wil geven, daar hebben we wat meer achtergrondinformatie bij nodig. Dat gaat over taaislijmziekte. Dit is Fabian. Is het verhaal veel nieuws geweest afgelopen jaar. Hij heeft bijvoorbeeld bij de Wereldwijd Door zijn verhaal gedaan. En Fabian heeft taaislijmziekte. En taaislijmziekte wordt veroorzaakt door een defect aan je chloorkanaal. En
ja, dan zeg je misschien chloor, dat zit toch in een zwembad. Maar chloordeeltjes komen ook in je cellen voor. En een kanaal, dat kun je eigenlijk voorstellen als een deurtje in een cel dat open en dicht kan. Maar het is een heel specifiek deurtje. Dus alleen maar chloordeeltjes kunnen naar buiten. En voor de rest past er niks doorheen. En dat deurtje is dus kapot bij taaislijmziekte. Nou, taaislijmziekte komt bij meer mensen voor. Maar het geval van Fabian was speciaal. Omdat eigenlijk maar 2 mensen op de hele wereld dat specifieke defect aan die chloordeur hadden, dat hij ook had. En dat maakt het voor farmaceutische bedrijven super lastig om medicijnen te ontwikkelen. Want ze hebben immers geen patiënten die die ziekte, precieze ziekte hebben. Dus ze hebben geen mensen om een medicijn op te testen, als het ware. En dit is eigenlijk waar die mini-darmen uitkomst hebben geboden. En ik ga jullie uitleggen wat voor test is gedaan, ook voor Fabian, om uiteindelijk uit te vinden wat voor medicijn werkt. En dit ziet er misschien een beetje onduidelijk uit, maar eigenlijk zie je 3 filmpjes naast elkaar. En je ziet in die film, of je ziet er een beetje van die groene structuurtjes zitten. Dit zijn de mini-darmen. Ik wil jij de aandacht vestigen op de eerste 2 filmpjes. De eerste is van een gezond individu en de tweede is van iemand met taaislijmziekte. Zien jullie verschil? Nou, het verschil dat ik zie, is dat in het eerste filmpje, dan zie je die darmpjes opzwellen. En dat zie je niet gebeuren in het tweede filmpje. En dit komt eigenlijk doordat je het volgende doet. Je voegt een stof toe, waardoor het chloorkanaal wagenwijd open gaat staan. Nou, bij een gezond individu gaat het chloorkanaal open, gaan chloordeeltjes naar buiten. En dan door een proces dat, kennen jullie misschien, of jullie misschien wel van de biologieles, osmose. Wat betekent dat water verplaatst van een plek met een lage concentratie deeltjes naar een plek met een hoge concentratie deeltjes. Daardoor gaan ze zwellen, want die chloordeeltjes gaan naar buiten, water volgt door osmose, daardoor krijg je zwelling en dat is wat je ziet. Maar in het geval van taaislijmziekte heb je dus is het chloorkanaal kapot. Dus je kunt wel zo hard je best doen om dat kanaal of die deur eigenlijk, die chloordeur open te zetten, maar het werkt niet. En dus je krijgt geen verplaatsing van chloordeeltjes naar buiten. Er volgt geen water door osmose, dus krijg je geen zwelling. Dat is precies wat je hier ziet. Nou, en wat je dan vervolgens kunt doen, is weer die mini-darmen uitplaten op zo'n kweekplaat met allerlei kleine kweekbakjes. En wat je dan kunt doen, is met de microscoop gaan kijken wanneer je weer zwelling krijgt. En omdat dat betekent dat het chloorkanaal weer werkt, dus dat je medicijn hebt gevonden voor die specifieke patiënt. En dat is het derde filmpje dat je ziet. Dat is eigenlijk van dezelfde patiënt als de tweede, maar dan met het medicijn dat goed werkt. Dus op die manier hebben ze dus een medicijn gevonden ook voor Fabian. Het is ook weer een soort vorm van personalized medicine eigenlijk. Nou, ik heb het nu gehad over gezonde darm, over zieke darm. En omdat dit zo goed ging in ons lab, zijn we ook verder gegaan met andere organen. Ze hebben inmiddels organen gegroeid, bijvoorbeeld van lever. En hier zie je longen op de animatie. Maar dat hebben ze ook gedaan voor lever. Maar ik heb zelf veel gewerkt aan nieren. En het mooie van die cellen, of het mooie van die mini-nieren is dat je uit urine van mensen kun je niercellen vissen. En die kun je weer opgroeien tot mini-nieren in het lab. Nou goed, ook die mini-organen van andere organen, dus van lever, van long en van de darm, die hebben allemaal mooie toepassingen. En in ons lab wordt nu gewerkt aan de uitbreiding van toepassingen en aan het verbeteren nog van toepassingen. Kort samenvatten wat je hebt verteld. Je kunt mini-organen groeien, die groeien vanuit stamcellen en die zijn super nuttig voor onderzoek en ook voor patiëntenzorg. Dankjewel. Thank you.